En last van je rug. Kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ja, lekker de polder erin, lekker zoeken. Ja, een soort ornamentje van iets. Ja, dit is natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken, maar dat is natuurlijk met een heleboel vondsten die je uit de grond haalt. Kijk, dit zijn nou de leuke vondsten. Het is een gesp met een hoefijzer en een roeier. Een soort kano-wedstrijd gesp-beltding-achtig iets. Kijk daar, gewoon een poes. Ja, of een tijger, maar ik denk een poes. Ja, je ziet het bijna niet, maar ik zal er wel een foto van plaatsen straks. Het is een poes. Hey. En hij heeft zijn poot voor zijn ogen. Hoe zeggen ze dat ook alweer? Wie de schoen past, trekkende man. Aan deze kan je nog heel goed zien dat het leerbeslag is. En dat komt omdat hier ook drie omgekrulde puntjes zitten. En omdat er nog een stuk leer in het gat ligt. Een stuk leer met een stuk leerbeslag. Kijk, dit is nou het verschil tussen een armenring of een gordijnring. Kijk, een armenring loopt een beetje bol aan de buitenkant. Is mooi plat aan de binnenkant. En heel soms, met een heel klein beetje geluk, staan er nog wat lettertjes aan de binnenkant gegraveerd. Ja, dat hoeft natuurlijk niet. Meest niet. Maar dit is dus echt een armenring. Blijven toch altijd leuk om te vinden, hè? Al die verschillende soorten gespjes. Deze is weer een mooi boogje, de andere is weer vierkant. En de volgende is weer rond. Is toch leuk, al die verschillende soortjes. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar moet je kijken wat een mooie imprint. Dat is echt geweldig. Ja, het was ooit iets moois. Er zit zelfs nog een klein beetje versiering op. Maar ja, of daar wat van over is, denk het niet. Kijk eens wat een mooi handvaatje. Handvatje. Volgens mij wordt er een hond gepakt op de dijk. Ik ben even gewisseld. Ik loop nu eventjes met de Vanquish. Ja, als ik een oordeel moet geven, dan moet ik er natuurlijk wel mee gelopen hebben. Anders mag ik daar natuurlijk uiteraard niets over zeggen. Dus ik heb besloten om in de naam der wetenschap ook eventjes daarmee te gaan lopen. Licht gefrustreerd, maar ik heb hem eruit. Ik moet je eerlijk zeggen, iedere nieuwe metaaldetector heeft natuurlijk altijd wennen. En ook deze is wennen. Maar als je toch tot 2, 3, 4 keer aan toe twee keer een gat moet spitten om je vondst te vinden. En dan gaat het toch om een ring ook. Nou, die dingen die moeten er normaal uit knallen. Nou, dat deed hij ook wel, alleen dan daarnaast. Een tinnen schenktuit. Die kon je op een fles zetten zo. En dan kon je kleine dingetjes zoals lotion of andere dingen mee schenken. Ja. Mooi. Weet je wat het leuke is van het veen? Een beetje inzoomen. Zo. Weet je wat het leuke is van het veen? Als je zo'n koperen lepel hebt, dan zie je vaak heel veel verkleuring
Dus dit is dan wat lichter en dit is dan wat donkerder. En dan weet je ook dat het daarin zit. Dan hoef je niet te gokken. Dan kan je alvast een beetje daardoor die richting nemen. En zo kan je de rest van je kluit een beetje meer heel houden. Dus dan weet je van tevoren al een klein beetje waar het zit. Dat is wel een leuk weetje. Prachtige bros met een steen erin. Ik weet niet hoe je hem moet houden. Deze kant op of deze kant op. Of misschien wel zo. Nee, ik denk zo of zo. Leuk, 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 leuk. Leuk. Hé, wat jammer. Ik hoop niet dat de boer hier zijn veld mee had moeten walsen. Want dan was hij nog een uurtje zoet. Maar het is wel speelgoed. Speelgoed. Ik denk mijn laatste vondst van vandaag. Want we gaan zo'n beetje terug naar de auto. Maar een soort poppetje aan aan twee touwtjes. Met een doosje. Leuk. Al weet ik niet precies wat het is. Misschien moet ik hem wel zo houden hoor. Dan is het een bungee jumper. Ja. Nou, ik weet het niet. Het is wel leuk. Misschien hoorde het er wel op hoor. Op het doosje. Dat kan ook nog. Nou, ik weet het niet. Leuk. Nou, was die weer? Ja. Lekker. Heel lekker gezocht. Lekker gevonden. Ik heb met twee verschillende metaaldetectors gezocht. En Shirley met de ander. Dus dat zijn de drie. Ja. Uit dezelfde prijsklasse. En ja, ik kan wel wat gaan zeggen. Maar de laatste keer dat ik wat over een van de drie heb gezegd, kreeg ik toch een bak met rommel over me heen. Van degene die juist wel liefhebber zijn van die metaaldetector. Daar wil ik nog even mijn excuses voor aanbieden. Sorry. Nee, het is zo. Ik probeer het zo goed mogelijk te formuleren. En ik probeer het zo netjes mogelijk te zeggen. Maar ik was vandaag voor het eerst op pad met de Vanquish. En ik was niet onder de indruk. Meer ga ik er niet over zeggen. Ik denk dat ik het daar maar bij moet laten. Dat is verstandig. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Die. Die. Maar dan die van die jou. Ook. Ja, maar dan die van jou. En als je nog niet geabonneerd bent, doe even abonneren. En vergeet niet eventjes de vorige video te bekijken. Want de vorige video, dat is maar een heel kort filmpje. En dat gaat over de 8000 subscribers. En ik geef namelijk 8 cadeaubonnen weg. Dus wil jij een van die 8 cadeaubonnen winnen, moet je even naar het vorige... Even naar het vorige videootje gaan. Die eventjes een duimpje geven. En eventjes een comment. En een comment betekent wel in het Nederlands een reactie. Dus doe even een reactie onder het vorige filmpje. En uiteraard onder dit filmpje. Dit wordt allemaal weer veel te lang draaien. Ja, ik denk ik blijf maar gewoon vrolijk kijken. Ik knip de boel er wel uit. Bedankt voor het kijken. Was gezellig.